dames en heren, jongens, wij is leuk dat jullie kijken. Weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag zijn wij in de Plus Supermarkt in Hillegom en wij hebben deze hele supermarkt voor onszelf. En wat kun je het beste doen als je een hele supermarkt voor jezelf hebt? Inderdaad, wij gaan vandaag verstoppertjes spelen in deze gesloten Plus Supermarkt. En hij is echt gesloten, het is na sluitingstijd, super laat, het is donker buiten en wij gaan verstoppertjes spelen. Wil je dit ook met Alta een keertje doen? Ja. Jij. Geblokkeerd, toch? Ik heb zijn schoen. Dit zijn alle deelnemers die meedoen. Hebben Hallo. Jullie er zin in? Ja. Ja. Hebben jullie een plekje? En alles zin in. Oh, oké. Ik heb voor degene die wint, dus voor degene die het lang verstopt blijft, die wint iets vet cools. 5 van deze maaltijden. Heel serieus. 5 van deze maaltijden. Ik ben Milka-reep. En een Milka-reep. Oké, jongens, we gaan beginnen. En je krijgt 4 minuten de tijd. Weer dat gezeik om die minuten. Je krijgt 5 minuten de tijd om te gaan verstoppen. En de tijd gaat nu in. Doei! 5 minuten, man. Kijk, ik kan ze in het raam zien waar ze heen lopen. Weet je wat je als je gevonden wordt? Ja. Helaas pindakaas. Oh, jongens, we hebben weer een plek uitgekozen waar ik dus nog nooit verstoppertje heb gespeeld. Best wel origineel, vind ik zelf. En oprecht, dit is echt een grote Plus supermarkt. Ik had niet verwacht dat de Plus zo groot zou zijn. Het is ook niet in samenwerking met de Plus. Maar ik ben al blij dat ik hier verstoppertje mag spelen. Zou je iets voor mij willen doen? Zou je dat dingetje dicht willen doen voor mij? Kijk, ik ben dus heel gommer. En ze weten dus niet waar al die plekjes zijn. Dus ik kan door. Gewoon dicht doen. Oh kut, hij rolt natuurlijk weg. Nu hebben jullie natuurlijk weer eventjes de tijd om te gaan abonneren. Oh, zo, jeetje. Nu hebben jullie natuurlijk weer eventjes de tijd om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Je krijgt 3 seconden. Je bent nog niet geabonneerd, ik zie het. En als je wel geabonneerd bent, dankjewel. Ik wil dit jaar de 200.000 abonnees halen. Het is heel simpel, druk op het abonneerknopje, is helemaal gratis. En doe natuurlijk even dat duimpje omhoog. En probeer dat met je neus. En als het jou is gelukt om met je neus die like te doen, dan krijg je een hartje in de comments. Dus ik zit verstopt in het karretje, zoals jullie zien, op PostNL. Hier gaat hij mij nooit vinden. Ik lig op de koelkast. Ik weet ook niet in hoeverre dit ding mij houdt. Maar dit is perfect. Dit is top. Dat is het uitzicht. En ik ga gewoon hier lang uit op de grond. Ik denk dat dit best wel een goede plek is. Maar we gaan het zien. Misschien vindt hij nu wel zijn eerste. Oké, de 5 minuten zijn voorbij. Je mag niet verplaatsen en ik kom je zoeken. 5 minuten zijn voorbij. Ik denk dat ik maar ga zoeken. Oké, waar ga ik beginnen? Ik kan daar beginnen, aan de voorkant van de winkel. Of ik kan van achter naar voren gaan werken. Ik ga in ieder geval weg bij de groenten. Daar hou ik dus helemaal niet van. Dus ik ga hier ver weg vandaan blijven. Ik hoor Timo. Kijk, hier zat Tim net. En hier is de opening naar achter. En hier ga ik als eerst zoeken. Oh, dat kan overal. Kijk, dit is zo'n pers. Misschien zit hier wel iemand in. Dan zou je wel dom zijn. Hallo? Oh, dit wordt lastiger dan ik dacht. Dit is echt een grote supermarkt. Oh, ik wil een keer hier af. Dit is de kantine. Maar ik zie niemand in de kantine. Oh, kijk, kijk, kijk. Hier kan ik via de camera's kijken of ik iemand zie. Of ik iemand achter de kassa zie. Maar daar zie ik niemand. Helaas. Ik zou dus zelf achter het wc-papier gaan verstoppen. Dus ik denk ook dat daar misschien wel iemand zit. En dan hebben ze wel moeten bouwen. En dan zie je dit toch gelijk. Huh? Ik heb tot nu toe nog niemand. Dit is een taaie. Kijk, dit is toch best wel vet. Ik heb dus nog nooit achter een kassa gezeten in een supermarkt. En hier zit dus zo'n ding. Als je erop drukt, hoort hij te gaan draaien. Ik gok dat hij het niet doet. Even kijken. 1, 2 kassa's hier. Hier zijn ook nog 2 kassa's. Dit zijn de andere soort kassa's. Ook niemand. Huh? Hoe moeilijk zijn jullie verstopt, man? Hij is net hier langs gelopen.
Hij heeft mij niet gezien, in ieder geval hij heeft niet goed hier gezocht, maar hij heeft niemand ook niet gezien. Je hoeft alleen maar over het randje heen te kijken als je hem gezien hebt. Dus Timo, je bent niet zo heel goed aan het zoeken. Deur is openzetten. Bakker van... Nou, eens even kijken, zie je allemaal lekkere broodjes? Kijk dan, het ligt er gewoon nog allemaal. Wow, dit is vet groot. Ik zie daar een camera. Jouw camera heeft jouw verhaal. Jammer. Jouw camera heeft jouw verhaal, Jeff. Shit. Je bent de eerste. Ik heb dus één iemand gevonden. We gaan door naar de rest. Ze hebben hier wel veel koelkasten. Oh, dat is een vriezer. Wie gaat er... Hey! Jeff! Hier zit niemand, hoor. Zit ik vast in de koelkast. Dan zou ik echt bang zijn. Dat is wel cool. Ja, zeker cool. Oké, okay. Het is hier glad. Pas op. Hey, we zijn nu in die... Huh? Nog een... Dat is mijn favorite. Lekker, lekker. We gaan Timo even bellen, want het duurt wel erg lang. Als hij opneemt dan, hè? Waarschijnlijk gaat hij niet opnemen. Hey Tim. Hey Timo. Hoi. Hey, ga je mij nog vinden of... Ja, waar zit jij? Nou ja, je was heel dichtbij, maar... Hoe lang is dat geleden? 10 minuten. Tim, in deze 10 minuten tijd ben ik al heel deze winkel door geweest. Heb je al iemand? Ja. Oh, je hebt wel al mensen. Doe eens even een smal tip geven. Nou, kom jij maar eens even in het magazijn kijken eerst dan. Oké. De Wienhof past sowieso niet in kastjes. Want daar zit je dik voor. Tim? Gooi alleen het kontje weg, hoor. Timo! Tim, vieze, vieze gast. Je hoort het ook, hè, hier ergens. Het is koud hier. Timo, het is koud hier, man. Wil die vriezer even open doen? Waar de fuck ben jij, Tim? Dat gaat fout, hè? Nee, nee, gaat nooit fout. Tim, waar de fuck ben jij? Hij zit hier ergens bovenop. Hoe ben jij daar? Ja, ja. Hij heeft me gewoon gevonden. Holy shit! Kijk waar dit zit! Hey! Hoe heb je dit gedaan? Klimmen, net als jij. Zieke plek, hè? Holy shit, ja. Zieke plek. Oké, okay, wacht. Ben ik de tweede die je vindt? Ja, jij bent de tweede. Ja, kutzooi. Oké, okay, nummer 2 heb ik gevonden. Tim Tigran. Oh, fuck. Ja, dit gaat mis. Tim. Oh. Oké. Okay. We gaan doorzoeken naar de andere. Jij zei net dat ik vanaf hier iemand... Nee, dat is grapje. Maak het geluidje! Doe even een badjas aan, dat is leuk. Hier zo. Hij heeft zich ergens in... Kan je niet tussen die schappen? Nee, dat kan niet. Het ruikt hier lekker. Het ruikt overal oprecht best wel lekker. Lars belt. Lars! Dit is wel lang, hè? Waar zit jij? Ik zit ergens wat best wel goed bij mij past. Frank. Godverdomme, maar... Hij zit hier! Godver! Hij zit hierin! Kijk dan, wat de fuck? Hier ben ik 3 keer langs gelopen of zo? Weet ik! Kijk de story van Mees. Mees heeft net een story geplaatst. Echt? Ja. Momenteel even aan het verstoppen voor een video van Timo. Ja. De video is eens kort, dat is groente. Papa, wacht even. Februari ga ik weer uploaden. Dus ja. Dat is bij groente, kom, lopen. Maak het geluidje! En nog eens geluidje! En wel hier, ja. Ben ik nou dom? Dit kan niet! Nou weet ik waar je verhaal ging, man! Achter het bier, hier ben ik net langs geweest! Dat is ongelooflijk! Timo, je bent zo veranderd. Ik lig hier al 30 minuten, Timo! Dat betekent dat ik er nog maar 1 moet en dat is Mees. Maak jij net ook het geluid hier? Ja, heel de tijd, jongen. Echt vanaf dat je in het begin al langs loopt. Waar de fuck is Mees dan? Ik ben bij de bloemen geweest. Wauw! Timo, wat knap! Wat goed van je! Oh, yes! Hey, dit is Timo, girl. Ja! Ja!
hij zit hier! Huh? Hij zit gewoon hieronder. Mees! Ja, grote winnaar! Maar ik heb het gezegd, hè. Vorige video zei ik, ik ga geen geluid meer maken, want dan win ik. Hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Beste stopplek in de supermarkt is dus vooraan bij de plantjes.